Een vakantie op het water, dat is toch traag en saai. Je denkt dan aan de beelden die je ziet van grote cruiseschepen die varen op zeeën van water waar niks te beleven valt. Je kunt alleen maar aan het zwembad liggen of deelnemen aan de bezigheidsactiviteiten om de tijd te passeren van maaltijd naar maaltijd. Ja, dat beeld klopt wel voor de grote cruiseschepen op volle zee. Gelukkig is het varend over binnenwater helemaal anders. Ik ben Olga, uw gastvrouw van het vakantieschip De Vier Vaargetijden. Zonder casino en zonder theater. Kapitein Maurits zorgt natuurlijk voor het manoeuvreren en ook dat de scheepsfietsen tiptop in orde blijven voor de actieve vaargasten. En scheepsontnoting, die mocht je aaien, als hij daar tenminste goesting in heeft. De rivieren en de kanalen zijn meestal smal en ze kronkelen door het landschap. Daardoor verandert het decor continu. Je blijft nieuwsgierig wat er te zien zal zijn na de volgende bocht. Een dorp, een kasteel, watervogels, mooie tuinen. Of komt de volgende sluis in zicht? Anders dan op de fiets of met een auto is de straat met zijn beton of zijn asfalt volledig uit het beeld verdwenen. Je hoeft u dus niks aan te trekken van het verkeer. Je kunt u focussen op de natuur onderweg en even zwaaien naar de mensen op het jaagpad. Je wilt zelfs niet eventjes naar uw kajuit gaan voor een toiletbezoek. Je wilt buiten niks missen. Lijkt een vaarvakantie toch nog altijd traag en saai? Dan kunt je altijd gaan fietsen. Zo kregen we een Belgisch koppel aan boord. Mevrouw wou genieten van het varen. Meneer hield meer van actie. Of hij zijn eigen fiets mocht meebrengen. Natuurlijk mag dat. Scheepsfietsen staan ter beschikking van onze gasten. Maar wie zijn eigen fiets wilt meebrengen, kan dat gerust doen. En zo gebeurde. Ze kwamen aan per auto. En de fiets kreeg een plekje op het zonnedek. De volgende dag vertrokken we. Meneer wou eerst ervaren hoe het leven aan boord was voordat hij op de fiets zou stappen. En zo voeren ze de eerste dag samen aan boord. En de volgende dag ook. En ja, het leven aan boord beviel best. Uiteindelijk hebben we die fiets pas aan het eind van de reis terug aan de wal gezet. De fiets is braaf aan dek blijven staan tijdens het varen. En meneer, die heeft zich geen moment verveeld. Blijft je denken dat een vakantie op het water traag en saai is? Of wilt je ontdekken hoe actief en afwisselend, spectaculair zelfs, een vakantie op het water kan zijn? Zo heb je België nog nooit ervaren. Abonneer u zeker op ons kanaal, dan kun je zien dat varen nooit saai is. Er zijn zoveel belevenissen, vaak onverwacht. Ik kom eigenlijk tijd tekort om ze allemaal voor u te filmen.